Hypertensie, ook bekend als hoge bloeddruk, is een groeiend gezondheidsprobleem. Wereldwijd lijden ruim 1,13 miljard aan deze aandoening. Ook Suriname blijft niet bespaard van deze zorgwekkende trend. In het Nationaal Health Sectorplan 2011-2018 wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van een vroegtijdige opsporing en behandeling van hypertensie. In dit kader heeft de Intermed Bedrijvengroep op 17 mei, Wereldhypertensiedag, de gelegenheid geboden aan het publiek om op diverse locaties een bloeddrukmeting te doen. In totaal lieten 672 personen op die dag hun bloeddruk meten. Uit de data die hieruit is verkregen, blijkt dat gemiddeld 30% van alle bezoekers een verhoogde bloeddruk heeft genoteerd. Hoge bloeddruk vergroot de kans op hart- en vaatziekten, die al geruime tijd de belangrijkste doodsoorzaken zijn in Suriname. Hypertensie is een stille moordenaar die zelden symptomen veroorzaakt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO helpt de bewustwording over hypertensie aan betere zelfzorg. Diverse gezondheidsorganisaties bevelen iedereen met hypertensie aan om de bloeddruk thuis te monitoren.